voldoende sprekend in het hoofd. De halsvorm zouden we graag wat verticaler willen zien. In de bouw zouden we graag een wat sterkere bovenlijn willen zien. En het vulde ook wat gerekt en zou wat meer voorbeenlengte mogen hebben. Het beenwerk achterbeen is iets kromgesteld, wel voldoende droog. De stap is voldoende ruim, maar zou erin wat actiever mogen zijn en wat meer buiging mogen tonen. De draf blijft te vlak, maar toont daarin wel voldoende ruimte. Vandaag een derde premie. Hekveulens nodig, of merrieveulens, sorry, in baan 2. Dus mensen met merrieveulens, graag naar de vooropstelling. Zoek merrieveulens, baan 2. Vraag zo snel mogelijk naar de vooropstelling. De jury staat te wachten.
En voor veulen nummer 3 in de baan nu hebben we een tweede premie. Veulen heeft een sprekend hoofd, maar een wat zware hals, ook een zware hoofd-halsverbinding. Heel sterk gebouwd met een mooie sterke bovenlijn en een mooie kruisligging. Beenwerk is goed gesteld. Het achterbeen is goed gesteld, het voorbeen is iets doortredend. De stap is voldoende actief, zal wat meer ruimte mogen tonen, met name in het voorbeen. In draf toont het veulen een mooie zelfhouding met souplesse en voldoende bergopgaand, maar zou iets meer nog op het achterbeen mogen komen. Vandaag een tweede premie. Dames en heren, de koffie is al uit, maar wij willen ook graag verder met de Merivallers. Hoe komt het met de Merivallers? Thank you.
Veulen nummer 7 hebben wij vandaag een derde premie. Het hoofd zou iets sprekender mogen zijn en in de halsvorm zouden we graag wat meer kap en wat meer lengte willen zien. Het veulen is wat neerwaarts gebouwd, bovenlijn zou ook wat sterker mogen en het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. Stand van het achterbeen is goed, stand in het voorbeen zien we wat toontredendheid. De stap is actief, maar zou daarin duidelijk wat meer ruimte mogen tonen, met name in het gebruik van het voorbeen. De draf toont wel souplesse, maar zou wat meer draging mogen laten zien. Vandaag een derde premie voor veulen nummer 7.
rechtveulen nummer 38. Een rechtveulen wat goed in het raslieten staat. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Goed gebouwd veulen. Ik zou graag iets meer lengte in de onderarm willen zien. Veulen heeft goed droog en fijn beenwerk. Staat plot met goede takt. En draagt komt het veulen veel zweefmomenten en balans. Zou iets meer oprichting kunnen komen. Veulen krijgt vandaag een eerste training. Voor veulen nummer 8 hebben we vandaag een tweede premie. Ik ga nog een veulen met een sprekend hoofd. De halsvorm zouden we graag wat verticaler willen zien. De bovenlijn is voldoende sterk. De romprichting is heel positief. Kruis zouden we graag wat meer lengte willen zien. Het is een hoogbenig veulen. In het beenwerk zagen we dat de vorm in stand wat toonbredend is en het veulen is wat week gekoot. De stap is ruim en makkelijk, zou iets actiever mogen zijn. In de draf toont het veulen wel ruimte, maar zou daarin wat meer op het achterbeen mogen komen, wat meer bergop mogen draven. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 8. Ja, doe maar.
Voor veulen nummer 6 hebben we vandaag een tweede premie. Veulen is voldoende sprekend in het hoofd, heeft een wat zware hoofd-halsverbinding, wel een mooie kap. De bovenlijn zou wat sterker mogen, met name de aansluiting van de rug naar de lendenen. Beenwerk is voldoende droog, wat koelhakker. De stap is actief, mooi vanuit de schouder. De draf toont een mooie houding met souplesse, maar we zouden graag een wat meer dragend achterbeen willen zien. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 6. Thank you.
44, een veulen met een mooi edelhoofd, een goede bouw. De benen hebben we graag wat droger gezien. De stap is met een goede takt, helemaal zo draf. Alleen we zouden graag wat meer kracht in de achterhand willen zien. Veulen krijgt vandaag een tweede training. Voor veulen nummer 9 hebben we vandaag ook een tweede premie. Het scoort voldoende in het rastype, een sprekend hoofd. Hals zouden we graag iets verticaler willen zien. De bovenlijn zou sterker mogen en het veulen is wat neerwaarts gebouwd. Het scoort daarin wat minder op de bouw. Beenwerk is voldoende droog. De stap is ruim en actief, zou wat meer mogen buigen in het achterbeen. De draf veel lossigheid, zal wat meer over de rug mogen lopen en wat krachtiger mogen zijn. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 9.
Peulen nummer 12 krijgt een tweede premie vandaag. Scoort goed op rastype, een sprekend hoofd, wel een wat zware hals, een zware hoofd-halsverbinding. Positief in de bouw vonden wij de romprichting. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het achterbeen is iets gehoefd gesteld, het voorbeen iets toontredend. De stap is mooi vanuit de schouder, voldoende ruim, zal wat actiever mogen. In de draf toont het veulen een mooie afdruk met een mooi gebruik van het voorbeen, maar zal wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 12.
Je moet wel opletten. Nummer 51, een veulen dat goed in het rasteven staat, met een mooie halsvorm. De veulen is goed gebouwd, sterk op de lendenen, niet zo meer waard. Het beenwerk is voldoende droog en fijn. Het slag zouden we graag wat ruimer willen zien en wat meer doortreden. Het veulen waardeert zich op in het draf, het wildveer en schoen. De veulen krijgt vandaag een eerste trainer. Ja, en voor veulen nummer 11 hier in de baan hebben wij ook een eerste premie. Veulen scoort heel goed op rastype, sprekend hoofd, een lange hals. Veulen is hoogbenig, voldoende in de bovenlijn, een iets wat steile schouder, maar wel voldoende kruisligging. Beenwerk voor weerstand is iets doortredend. De stap is voldoende actief. Met mooie ruimte daarin. In het draf zagen wij veel zelfhouding, afdruk en souplesse. Vandaar een proficiat met de eerste premie. Ja,
open houden, dat zijn niet van. Nummer 55, dat is een funnel met een sprekend hoofd. De funnel is goed gebouwd, de bovenlijn komt niet sterker. Beenrecht is voldoende droog, het stort in het achterbeen. De funnel stapt met veel ruimte en een goede kracht. In de dracht zouden we graag wat meer in het achterbeen doen, zoals we zien. Doe dat maar hier dan. Leuk, hè? Super leuk. Maar ja, inderdaad. En dan krijg je de kriebels van. Voor Veulen nummer 10 vandaag een derde premie. Veulen scoort voldoende op rastype. Hoofd is sprekend, hals is wel wat zwaar. We zouden graag de bovenlijn wat sterker willen zien, maar wel een mooie kruisligging. Het achterbeen is iets gehoekt en de voorbeenstand is wat toontredend. De stap, daarin misten we de ruimte en af en toe zagen we een pasje taktverlies, vandaar dat we het Veulen nog even iets langer door lieten stappen.
De draf is voldoende actief, maar ook daarin zouden we wat meer constante willen zien. Vandaag een derde premie voor veulen nummer 10.
Voor veulen nummer 5 hebben we vandaag een tweede premie. Veulen zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals, wel een wat zware hoofd-halsverbinding. We zouden graag een wat sterkere bovenlijn willen zien en een wat langer voorbeen. Wel een hele positieve kruisligging bij dit veulen. Het beenwerk is mooi droog, is wel iets gehoekt in het achterbeen. De stap is voldoende actief, maar zou er in wat meer ruimte mogen tonen. In de draf toont het veulen daarentegen heel veel zelfhouding met mooie afdruk en mooi voorbeengebruik. Daarin zou het achterbeen net iets meer mogen ondertreden. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 5.
We hebben voor veulen nummer 13 een tweede premie. Het hoofd is iets lang, maar wel voldoende sprekend. Veulen heeft een lange, verticaal gestelde hals. De bovenlijn zouden we echt graag wat sterker willen zien. De ruglengte is ook wat lang. Kruis is wat afhellend. De stand van het achterbeen is positief. Voorbeenstand is ietsje toontredend. De stap is voldoende actief, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen. In de draf toont het veulen wel veel zelfhouding. Met een mooie afdruk, maar zou het achterbeen wat meer tot dragen kunnen laten komen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 13.
kom, dan kom ik. Het correct gebouwd is, komt het sterker in de bovenlijn. We hadden wel een bemerking op het beenwerk. Het rechte voorbeenstand kon correcter gesteld zijn. De stap in het draf was de tak goed van. Zou ik graag wat meer succes willen zien. Vandaag krijgt het Keulen een derde training. Keulen nummer 20 krijgt vandaag een... En die galop was ook heel mooi, maar in stap hield hij zich een beetje vast. Toen bleef hij een beetje terug.
Voor Veulen nummer 15 vandaag een derde premie. Hoofd is voldoende. Zouden graag een wat meer sprekend oog willen zien. Ook een wat zware hoofd-halsverbinding. Bovenlijn zou wat sterker mogen en ook wat meer kruislengte zou niet meer staan. Het stap van het achterbeen is iets gehoekt. Wel voldoende droog. In de stap bleven wij wat takverlies zien. Ook de stap mist de ruimte. In draf misten wij het zweefmoment en bleef het Veulen in een wat hoog ritme draven. Dus vandaag een derde premie voor Veulen nummer 15. Thank you.
Veulen nummer 60, een veulen wat goed in het rustieve staat, veel grond heeft, zouden graag de rug wat sterker willen zien, het beenwerk is droog, iets moet in het achterbeen, in stap zouden we graag wat meer het achterbeen zien doortreden, draf zien we graag wat meer oprichting, maar ze pak verder wel goed, de veulen krijgt vandaag een tweede premie. En ook ons veulen nummer 19 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort voldoende op rastype met name de halsvorm en halslengte. Het is een goed ontwikkeld, hoogbenig en langgelijnd veulen met een positieve romprichting. Graag zouden we wel het kruis wat minder hellend en wat langer willen zien. En het veulen is wat strak op de lendenen. Beenwerk is voldoende droog, het achterbeen is wel wat gehoekt. De stap is actief en voldoende ruim, zou daarin net wat meer buigingen in het achterbeen mogen tonen. In de draf misten wij de souplesse en de kracht. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 19. Wel ja, ras heel oud.
Thank you.
In de baan hebben we veulen nummer 14 en die gaat vandaag naar huis met een eerste premie. Het scoort hier met name op zijn mooie rastype, sprekend hoofd wel iets lang, een mooi gevormde hals. De bovenlijn zijn we heel erg over te spreken, een mooie kruisligging, mooie romprichting, zou het net iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het beenwerk is heel droog en fijn, het achterbeen is wel wat rechtgesteld. Stap hebben we nog even extra naar moeten kijken. Is wel voldoende actief, maar zal wat meer ruimte mogen tonen. In de draf zagen wij een hele mooie zelfhouding. Met veel ruimte en afdruk zou het net wat meer op het achterbeen mogen komen. Maar een verdiende eerste premie, proficiat. Die nog geen lint hebben gehad, kunnen deze afhalen bij de ringmeester. De rijden hier in de bank van het kapperen. En dan de bank van het kapperen. De rijden hier in de bank van het kapperen. De rijden hier in de bank van het kapperen. De rijden hier in de bank van het kapperen. De rijden hier in de bank van het kapperen.
trouwens even laten drinken. Thank you.
45. Een rassig peulen met een mooi hoofd en een goede halsstand. Peulen is het goed gebouwd, goede bovenlijn. Beenrecht is het voldoende droog. In de rekening hadden we graag dat we meer kracht in de achterhand willen zien. Vandaag krijgt de peulen een tweede premie. Peulen nummer 18 hebben we vandaag een tweede premie. Het hoofd is ietsje lang, maar wel voldoende sprekend. Een wat zwaarder hoofd, halsverdunning, maar wel een mooie verticale hals. Positief zijn de romprichting van het veulen en een mooie kruisligging en kruislengte. Stand van het achterbeen is heel correct gesteld. De stap is actief, maar ik mis daarin de ruimte, met name vanuit het stappen vanuit de schouder. In de draf toont het veulen mooie zelfhouding, heel takmatig, maar zou ook daarin wat meer ruimte mogen nemen. Vandaar vandaag een
heeft. In de bouw zouden we graag een sterkere bovenlijn willen hebben. Ik weet ook dat een ronde broekspier. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Veulen stapt goed met vlotte stap, met ruimte. In draf heeft Veulen een hoog ritme. Vandaag krijgt Veulen een derde premie. Ons veulen in de baan nummer 23 krijgt vandaag een tweede premie. Hoofd zou iets edeler mogen. Wel een mooie verticale hals qua kap. Veulen toont wat onderhals. Veulen is goed ontwikkeld. Zou wat sterkere bovenlijn mogen hebben. Met name de aansluiting op de lenden zou wat sterker mogen. Veulen toont wat gerekt. Stand van het achterbeen is heel positief. De kwaliteit van het beenwerk is ook positief. De stap is ruim en makkelijk, zou iets meer buiging mogen tonen. In de draf toont het veulen veel houding, zou daarin net wat meer souplesse en wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 23. Ja, goed. Ja. Nou ja, het ging weer een beetje, hè? Ik heb het niet
nummer 36. Een peulen met veel rasuitstraling, kippetjes zwaar in de halsmachine. Peulen is sterk gebouwd. Peulen beschikt ook over groot en fijn beenwerk. In stap en in draf laat peulen veel veer, ruimte zien. Vandaag gaat de peulen een eerste premie. Peulen nummer 21 nu in de baan krijgt een tweede premie. Scoort goed op rastype, een mooi hoofd, een mooie lange hals daarin. Het is een hoogbenig veulen waarin we graag de bovenlijn, met name de aansluiting op de lenden, iets sterker zouden willen zien. Stand van het achterbeen en kwaliteit van het beenwerk is positief. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin net wat meer activiteit mogen tonen. De draf is wel vakmatig, maar blijft daarin wat neerwaarts. Dus vandaag een tweede premie voor veulen nummer 21.
leiding nummer 57. De veulen wat goed in het rasteam staat. Met een goed front, een goede halsstand. De veulen is zeer correct gebouwd. Benen is van voldoende kwaliteit. De stap is ruim, de drap is ruim. Graag hadden we in de beweging wat meer schoudervrijheid willen zien. Maar vanwege de goede rasinbouw krijgt de veulen vandaag een eerste premie. Veulen nummer 30, vandaag een tweede premie. Hoofd is voldoende sprekend. De hoofd-halsaansluiting zou wat lichter mogen. De bovenlijn is positief. De rondrichting is wat neerwaarts en het veulen heeft een wat hellend kruis. De kwaliteit van het beenwerk is correct. Achterbeen is iets gehoekt. De stap is takmatig, actief, zou net wat meer ruimte mogen tonen. En in de draf toont het veulen een mooie zelfhouding. Ook heel takmatig, maar zou wat meer te dragen mogen komen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 30.
Veulen nummer 56. Een zeer rassig veulen met een mooi hoofd, een mooi front, goede schouderligging. Rug zou het sterker kunnen. Beenwerk is fijn beenwerk. Veulen start warm met een goede takt. In draf zou hij wat meer rommel moeten treden. Vandaag krijgt de veulen een tweede premie. Veulen nummer 25 hebben we vandaag een derde premie. Veulen zal wat hoger op rastype kunnen scoren qua uitstralingen. De hals is ook wat horizontaal en we missen een beetje de kap. De bovenlijn zou sterker mogen. Kruisligging en lengte is wel positief. De stand van het achterbeen is heel recht. De stap blijft wat kort en laat wat weinig buiging in het achterbeen zien. In de draf maakt het veulen wel houding, maar blijft in een hoog ritme en mist daarin het zweefmoment. Vandaag een derde premie voor veulen nummer 25.
60. Een chic nieuw kleine veulen. Goed in de belasting bestaat. Dan hadden we de bovenbal graag wat sterker willen zien voor de rest. Wel een goede schouderlegging. Beenwerk is droog en hard. Veulen stapt ook goed met een goede takt en met veel ruimte. We hadden graag iets meer stroomgebruik willen zien. In de draf mist het veulen wat successen. Veulen krijgt vandaag een tweede training. Veulen nummer 24 vandaag en de tweede premie scoort heel goed op het rastype met een mooi hoofd, mooi gevormde hals, wel wat zwaar. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien, wel een mooie kruisligging. Stand en kwaliteit van het beenwerk is voldoende. De stap is takmatig, maar zou erin wat meer ruimte mogen tonen. De draf blijft wat in een hoog ritme en zou er in het voorbeen wat meer uit mogen leggen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 24. Thank you.
Veulen nummer 63. De veulen met een goede halsstand, veel rasuitstraling. In de bovenbouw zien we graag wat sterker. Beenwerk is van goede kwaliteit, droog beenwerk. Veulen nummer 18. En in draf heeft het veulen ook veel veer. Zouden we graag wat meer buigen in het voorbeen zien. In draf is wat een stekerig draf. Veulen krijgt daardoor een tweede premie. Zeg jij niet nou dat om, dat is eerste premie? Sterker willen zien, met name de aansluiting van de rug naar de lendenen. Maar wel een hoogbenenveulen met een mooie kruisligging. Beenwerk is voldoende droog, achterbeen ietsje koelhakker. De stap is bij ontspanning voldoende ruim en voldoende actief. Met draf toont het veulen een hele mooie zelfhouding. Zou er weer net wat meer ruggebruik mogen tonen. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 27. Veulen 59. De veulen wat zeer goed in het rasje staat. Met een goede bouw, sterke bouw, goede schouderligging, goede kruisligging. Beenwerk is droog en heel fijn. Het veulen staat actief en draagt netjes. Zouden we wat meer kracht in de achterhand willen zien. Maar vanwege de ras en vanwege de bouw krijgt de veulen een eerste premie. Thank you.
Veulen nummer 33 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort voldoende op het rastype. Een mooie verticale halsspellen met zware hoofd-halsverbinding. Graag zouden we de bovenlijn wat sterker willen zien, maar wel voldoende ontwikkeld voor dit jonge veulen. Het achterbeen is wat gehoekt, ook wat, een wat lang achterbeen. En de beenstand is iets wat beter gekoot. De stap is actief en voldoende ruim, zou erin net wat meer buiging in het achterbeen mogen tonen. In de draf heel taktmatig, met mooi gebruik van het voorbeengebruik. Vandaag een tweede premie voor veulen nummer 33.
steunen nummer 52. De training wat goed in het archief staat. En de ene hoofd is de samenstelling in de hoofdhuisverdeling. Keuken is goed gebouwd. Benen is voldoende. Keuken heeft een goede stap, een ruime stap. Een goede kracht. In draag zou het keuken wat eerder draag moeten komen. Heeft een goed voorbeen gebruikt en is achter wat sterker doortreden. Keuken krijgt vandaag een tweede training. Het was even puzzelen, maar we zijn op het eerste premie uitgekomen. Hij sport goed in het rastype, een mooi hoofd met een mooi gevormde hals. Het veulen is voor zijn leeftijd heel goed ontwikkeld. Een lang gelijnd veulen met een mooie rondrichting. Kruisligging zouden we wel graag iets minder hellend willen zien. Beenwerk is voldoende gesteld, ook voldoende van kwaliteit. De stap is voldoende ruim, voldoende actief. Een draf, voldoende ruimte. Zou net wat meer op het achterbeen mogen komen, maar met name ook de eerste twee onderdelen ras en bouw voldoende scoren voor een eerste premie proficiat. Thank you.
goed in de graafstiepen staat. Voldoende gebouw. Qua benen zouden we graag wat een correctere stand in het voorbeen willen zien. In stap en in draf missen we wat succes in de beweging. Draf heeft wat een hoog ritme. Keulen krijgt vandaag de derde premie. Nummer 16 nu in de baan krijgt een eerste premie. Peulen scoort goed op rastype, sprekend hoofd met een mooie lange hals. Het is een hoogbenig veulen, de bovenlijn is voldoende. Kruis zouden we wel graag iets langer willen zien. Achterbeenstand is iets week gekoond, voorbeenstand wat toontredend. In de beweging zagen we een ruimstappend veulen met actief en mooi vanuit de schouders stappen. In de draf zagen we dat het veulen kan schakelen en voldoende ruimte toont. Dus vandaag we gaan op de beweging en de bouw een eerste premie voor veulen nummer 16. Proficiat.
Veulen nummer 61, een rassig veulen met veel grond, een goed gebouwd veulen, iets rond de broekspier, de benen is groot en fijn, het veulen startklot, een goede takt en een correct bedrag, veulen krijgt vandaag een eerste premie. Voor veulen nummer 31 vandaag een tweede premie. Veulen met een mooi hoofdje. Een lange hals, wel een wat zware hoofd-halsverbinding. Veulen is voor de jonge leeftijd goed ontwikkeld. We waren positief over de romprichting en het feit dat het veulen zo hoogbenig is. Ook de bovenlijn is heel positief. Beenwerkkwaliteit is, het is droog en fijn beenwerk. Wel iets gehoekt in het achterbeen. De stap is takmatig, maar zal wat meer vanuit de schouder mogen stappen. Ook in de draf zagen we een mooie takmatige draf met mooi gebruik van het voorbeen, maar zou net wat meer op het achterbeen mogen komen. Vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 31.
Schöne krijgt vandaag een tweede premie. Nummer 28 krijgt vandaag een tweede premie. Bonuskorter.
goed op rastype, met name door het mooie front wat het veulen op stand laat zien. Hoofd is voldoende sprekend en een mooi gevormde hals. We zouden graag de bovenlijn wat sterker willen zien en ook wat meer lengte in de rug willen zien. Het is een hoogbenig veulen en voldoende ontwikkeld voor deze leeftijd. In de beenwerk is voldoende correct, ook voldoende gesteld. De stap is wel actief, maar blijft erin wat kort en af en toe zien we wat takverlies. De draf toont het veulen een mooi front, heel takmatig, zou er in het voorbeen wat meer uit mogen leggen. Vandaar vandaag een tweede premie voor veulen nummer 28. Zoals het laatste veulen in deze baan gebeurt, veulen nummer 50. De veulen wat goeder in rastype staat met een mooi gevormde hals. De bouw is correct. Beenwerk is voldoende. In stap zouden we graag wat meer suppressie door dit lichaam willen zien. Draf is verder voldoende. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Dit was met veulen nummer 34, het jongste veulen wat wij vandaag in de baan krijgen. En een dapper veulen wat vandaag beloond wordt met een eerste premie. Die eerste premie krijgt hij met name op zijn goede rastype, een mooi hoofdje, een goede hals. Scoort ook hoog in de blauwe, de romprichting is heel positief en hoogbenig veulen. Goed ontwikkeld voor deze jonge leeftijd. Het beenwerk is fijn, goed gesteld. De stap is actief met een mooie ruimte, mooi vanuit de schouder. De draf, daarin zagen we wat een hoog ritme. Zou erin ook wat meer ruimte mogen maken en mist daarin nog wat de kracht. Maar met name dus op zijn rasbouw en zijn goede stap een eerste premie. Proficiat.
En met nummer 17 hebben ook wij ons laatste veulen in de baan. En nummer 17 krijgt vandaag een tweede premie. Scoort goed op dit rastype met een mooi hoofd, een goede hals. In de bouw zouden we graag de bovenlijn net iets sterker willen zien. Beenwerk is mooi droog. Achterbeen is iets wat rechtgesteld. In de stap bleven wij eigenlijk een wat hoog ritme zien en zouden we meer ruimte willen zien, met name in het wegzetten van ons voorbeen. In de draf maakt het veulen een mooie zelfhouding, heel pragmatig, maar zou ook daarin net wat meer zweefmoment en wat meer voorbeengebruik mogen laten zien. Vandaag voor veulen nummer 17 een tweede premie.
dronken gaan worden. En, is de Audi klaar of moet je met de vlag over? Dit waren alle folies, dat is nu af. Ik wou graag een liedje.